Wat de mooiste tijd van haar leven moet zijn, is nu een grote nachtmerrie voor Khloe Kardashian. Terwijl ze op het punt staat om te bevallen, duidt alles erop dat haar vriend Tristan Thompson deze week keihard is vreemd gegaan. En bronnen dichtbij Khloe vertellen tegen Amerikaanse media dat ze kapot is van verdriet. De wereld is compleet in shock als deze week video's opduiken waarop basketballer Tristan Thompson kust met meerdere vrouwen. En met één dame zelfs een hotel induikt. I knew it. Entertainment site TMZ gooit vandaag nog wat extra olie op het vuur door het plaatsen van videobeelden uit oktober vorig jaar. Waarop te zien is dat Tristan dan al niet meer trouw is aan zijn zwangere vriendin Khloe en kust met een mysterieuze dame. Khloe is helaas niet de eerste ster die slachtoffer wordt van een groot zwangerschapsdrama. Comedian Kevin Hart gaat vorige zomer diep door het stof als zijn zwangere vrouw erachter komt dat hij haar keihard heeft bedrogen. That was my fuck up. So, I rightfully stand in front of my fuck up, hands in the air. I'm guilty. In eigen land staat de donkerste periode uit het leven van Mattie Valk nog vers in ons geheugen. In 2016 kondigt hij vol vreugde de zwangerschap van zijn vriendin aan. Ik vond Mattie de beste papa en dat mag hij nu gaan bewijzen, want hij wordt echt vader. Nee! Echt? Holy shit! Maar twee maanden nadat tweeling Vesper en Bo op de wereld komt, krijgt de DJ een grote klap te verwerken. Als blijkt dat hij niet de biologische vader is.